je hebt vandaag echt genoeg werk gehad in de goal. Hoe kijk jij terug naar je prestatie? Ja, ik denk dat we in de eerste periode hebben we het onszelf heel moeilijk gemaakt. We hebben heel veel weggegeven. Ook eigenlijk best wel onnodig eigenlijk. En in de tweede en derde periode was het een stuk beter. Heb ik over het algemeen niet heel veel hoeven doen eigenlijk. En in de overtime, dat is gewoon 50-50. Vandaag al een wedstrijd waar al langer naar uitgekeken wordt, dus vooral sinds vorig jaar. Bereiden jullie je daar ook anders voor op voor deze wedstrijden of houden jullie het gewoon op dezelfde rituelen? Over het algemeen houden we het gewoon op hetzelfde. Met trainingen en hoe dat we doen. Ik persoonlijk doe niks anders. Ik doe net als elke wedstrijd gewoon precies hetzelfde. Ik ga elke wedstrijd hetzelfde in. Het was vandaag helaas wel een verlies. Toch hebben jullie laten zien wat de Eagles in huis hebben dit jaar. Hoe kijk je naar morgen? Ik denk dat als we morgen, zoals we in de tweede en derde periode gespeeld hebben, dat we echt wel hele goede kansen maken om woensdag hier gewoon weer terug te staan. Daar heb ik ook alle vertrouwen in. Today was a close match. You went from being down 1-3 to leading 4-3. How do you look back on that specific moment as a coach? We definitely had a really slow start today. I think that kind of factored into the loss tonight. But after the first period, I thought we dominated the rest. And I mean, sometimes that's the way it goes in overtime. There was a lot of shots on goal today and many rebounds that were like unused. Is that just bad luck for today or is that a critical point you need to address for tomorrow? It's definitely a critical point. I thought some pucks were bouncing not our way, but at the same time, we do have to score a few of those because there were a lot of pucks sitting in the crease. But that's something tomorrow we're going to have to focus on because a few of those should be in the net. We're glad you're back for another year. You're wearing the jersey again. How has it been for you this far? It's been awesome. Yeah, I think our team has a lot of good chemistry this year, so I'm looking forward to some more games this year. But overall, it's been awesome so far. Sadly, today a loss, but you guys did show what you guys are made of this year. How are you looking on the game tomorrow? We're just going to come out and play the same way. Honestly, we got to have a better start, obviously, but second and third, we're just going to play like that tomorrow. Got to just play the same way and keep going, keep grinding them down.